Met 181 tankstations in België is oliemaatschappij Lukoil bij de zuidenburen al een begrip. En de Russen steken nu dus ook de Nederlandse grens over. De tactiek is simpel. Lukoil kijkt per dag tegen welke prijs Shell, Esso en andere maatschappijen hun brandstof aanbieden en duikt daar vervolgens een paar cent onder. Consumentenplatform United Consumers in Eindhoven is blij met de komst van de Russen. Op zich goed. Hoe meer nieuwe partijen op de markt, hoe meer concurrentie. En hoe meer concurrentie, hoe beter de prijzen en hoe voordeliger het voor de consument wordt. De verwachting is dat 1 liter ongelood dit weekend de grens van 2 euro voorbij gaat. En het is daarom niet verrassend dat de klanten aan de pomp een nieuwe prijsvechter wel zien zitten. Ja, dat zou mooi zijn. Echt een beetje concurrentie op de benzinemarkt. Prijsoorlog, ja. En daar horen wij als consument alleen maar beter van, hè? Ja, lachende derde. Ik hoop het. Ja. Dat werd tijd. Dat die smerige afzetterijen door die oliebarons eens een keer stoppen. Ja. De Russen bieden uitkomst. Helaas dat het de Russen zijn. Maar ja, voor de portemonnee wel een fijne uitvinding. Een groot deel van de brandstofprijs wordt in Nederland bepaald door accijnzen, dus overheidsbelastingen. En daarom verwacht United Consumers dat de komst van Lukoil niet tot hele grote prijsdalingen zal leiden. Nee, je moet je voorstellen dat een tankstation een bruto marge heeft van een dubbeltje even afgerond, gemiddeld. Dat betekent als je daar al 5 cent van weggeeft, dat je nog maar 5 cent overhoudt. En daar kun je niet zoveel meer van weggeven. Toch nog maar naar België rijden dan. Dat kan in sommige gevallen lonen, maar ook daar worden de verschillen minder, want de Belgische regering heeft besloten de prijzen te harmoniseren met de omringende landen. Dus als u dit weekend nog in België moet zijn,